We hebben zojuist de podcast Boekenpraktijk opgenomen naar aanleiding van het boek Brand in Amsterdam met Leen Schaap. Hij vertelt daarin van alles over de verziekte cultuur bij deze brandweer. Hoe heb je de podcast ervaren, Leen? Heel fijn om te doen, maar altijd te kort. Want het boek Brand in Amsterdam gaat niet alleen over de brandweer Amsterdam. Het gaat juist ook over de internationale context. Politie in Amerika, brandweer in Parijs, het Duitse leger. Waar je kan zien dat verziekte overheidsorganisaties overal voorkomen. Ja. En daar moeten we met z'n allen wel iets aan gaan doen. Ja, en daar moeten we het boek ook voor gaan lezen natuurlijk. En onze andere gast was overigens Joost Kampen van de Verwaarloosde Organisaties. Dus naast het boek lezen, eerst even deze podcast luisteren. Welkom bij De Boekenpraktijk, de podcast van Management Boek. De Boekenpraktijk onderzoekt hoe de theorie van managementboeken aansluit bij de vaak zo weerbarstige praktijk. Uw presentator is Willem van Leeuwen. Het is tijd dat de schellen ons van de ogen vallen en we van onze ambtenaren eisen dat ze zich gedragen zoals we dat verwachten van de mensen die zij dienen. Deze oproep doet Leen Schaap in zijn recente boek Brand in Amsterdam. Leen werkt nu opnieuw bij de Nationale Politie als commissaris in Den Haag. Maar daarvoor was hij een kleine 3,5 jaar werkzaam als commandant van de Amsterdamse brandweer. En zijn bizarre ervaringen over de cultuur bij deze organisatie deelt Leen met ons in het boek Brand in Amsterdam. En mijn andere gast in deze podcast is Joost Kampen. Hij is veranderkundige, wetenschapper, onderzoeker en vooral natuurlijk ook bekend als auteur van de inspirerende boeken over verwaarloosde organisaties. Maar ik begin het gesprek met Leen. Fijn dat je er bent, Leen. Dankjewel. Wat is eigenlijk je intentie met het boek Brand in Amsterdam? Want je zet voor ons als burgers en belastingbetalers wel het raam volledig open om naar binnen te kijken in deze brandweerorganisatie. Ja, nou ja, dat was ook precies de bedoeling. Dus ik ben blij dat over is gekomen. Ja, ik zet het raam volledig open. En niet zozeer om alleen binnen te kijken in de brandweerorganisatie. Maar vooral ook om binnen te kijken in overheidsorganisaties en misschien ook nog wel allerlei andere organisaties, dat er in elke organisatie ook een donkere kant is. Ja. En die donkere kant, daar moeten we niet van wegkijken. En is die donkere kant groter dan de lichte kant? Ja, dat hangt natuurlijk vanaf in welke organisatie je kijkt. Ja. Bij de brandweer heb ik mogen ervaren dat die donkere kant echt overheersend is. Maar ik mag toch hopen, en ik ga er ook van uit, dat bij de meeste overheidsorganisaties die donkere kant niet zozeer overheersend is, maar wel voldoende aanwezig om er alert op te zijn en er vooral iets mee en tegen te doen. Ja, en die donkere kant, hè? Want niet iedereen heeft jouw boek gelezen. Waar hebben we het dan over? Ja, het is een schaduwkant en die komt vaak voor in organisaties die verwaarloosd zijn. Daar komen we zo nog over te spreken. Ja. Dat precies, want je hebt het over een verziekte cultuur. Ja, het is de verziekte cultuur. Het is een cultuur. Nou, laat ik hem maar eventjes op de brandweer neerleggen. Waarbij je ziet dat er jarenlang, misschien wel decennia lang, te weinig of geen leiding is gegeven. Waardoor mensen helemaal hun eigen kant op zijn gegaan. Hè? Dus de verwaarlozing is er omdat ze geen aandacht hebben gekregen. Daarnaast raken ze dan, zeg ik, verweest. Want ze gaan allemaal dingen zelf doen. En dat zijn niet per definitie de goede dingen. En wat je ook vaak ziet in dit soort organisaties, is dat ze dan ook nog verwend zijn. Omdat als er leiding wordt gegeven, dat leiding geven is vanuit angst en geef maar toe. Dus eigenlijk het geen gedoe management. En dat leidt tot een wat ik noem verziekte, verrotte cultuur. Zowel intern, maar dat kan ook wel degelijk invloed hebben op het werk extern. Ja, want het feit dat er geen leiding is gegeven zorgt ervoor dat mensen veel vrijheden hebben gekregen en gepakt. Hè? Zo ja. Vertaal ik het dan even. Ja. Je kunt ook zeggen, even als advocaat van de duivel of nou ja, sinds de vorige podcast moet ik van Jaap Peter zeggen, advocaat van de lieve heer. Je kunt ook zeggen, dat is fijn dat mensen vrijheden krijgen, want dan gaan ze verantwoordelijkheid nemen. Ja, ja dat is de andere kant. Dat zou toch fantastisch zijn. Wat dat betreft zou je al het management af kunnen schaffen, iedere leiding weg. Want mensen zouden het zelf moeten kunnen. Maar wat ik ervaren heb, is dat zodra je, en ik ga maar even terug naar de brandweer, mensen van een bepaald niveau, hè, misschien heeft het ook om met opleiding te maken, dat weet ik niet helemaal. Misschien komt het op alle niveaus voor. Maar als je die de vrijheid geeft, dan is mijn ervaring dat ze eerst gaan kijken, hoe kunnen we zo goed mogelijk voor onszelf zorgen? Ja. En daarna gaan we wel kijken van, oh, we moeten ook nog af en toe iets doen. En dat zie je bij die brandweer terug. Hoe zie je dat terug? Kan je eens een aantal dingen noemen, ja, waaruit blijkt dat laten we zeggen, de uitvoering is doorgeslagen in dat goed voor jezelf zorgen? Nou ja, het meest
Heldere voorbeeld is denk ik de zogenaamde 24 uurs cultuur. Mensen werken 24 uur achter elkaar en hebben dan vrij. En als je in 24 uurs diensten werkt, betekent dat bij de brandweer dat je 280 dagen per jaar vrij hebt. Sorry, 280 dagen vrij. Ja, meer dan 9 maanden per jaar ben je vrij. Nou, dan doe je een tweede baan en dan doe je een derde baan erbij. En dan is brandweer is een beetje een hobby erbij. Dat is goed voor je sociale verzekering. Ja. Zou misschien ook nog niet zo erg zijn als je dan in die 24 uur dat je daar aanwezig bent, de goede dingen doet. Denk aan preventie. Want een brand voorkomen is nog altijd veel beter dan die brand blussen. Nou, je ziet, ze doen 1% van hun tijd besteden ze aan het blussen van branden. En wat doe je dan de rest van de tijd? En dan zie je dat ze bezig zijn met hun eigen bedrijf. Ze kijken televisie, ze eten elkaar, drinken met elkaar en halen boodschappen met elkaar, leven zo met elkaar en hebben zo weinig op met de buitenwereld dat er een cultuur is ontstaan waarin racisme, discriminatie, misogynie, uitsluiten, pesten, dat de norm is geworden. Dus want behalve die vrijheden zit je ook 24 uur op elkaars lip. Zeg maar. Ja, en dat is echt wat giftig is in een organisatie, is als je mensen opsluit in een kazerne, deur dicht, haast zonder werk. En als je ze dan hun helemaal hun eigen gang laat gaan, ontstaat er een giftige cultuur. En je zou mogen, en dat zei je ook in de introductie, mogen verwachten dat het ambtenaren zijn die zouden zeggen, hoe kunnen wij nu voor die 90 miljoen in dit geval aan belastinggeld dat wij kosten ten dienste zijn van de stad. Ja. Maar je ziet juist dat het helemaal de andere kant op gaat. Hoe kunnen wij zo min mogelijk doen voor de stad en zoveel mogelijk voor onszelf? En dat is precies wat er mankeert aan deze brandweer. En eigenlijk is dat 24 uur rooster daar wel een belangrijke crux in geweest, denk ik. Hè? Absoluut. En dat was ook waarom Eberhard van der Laan, de toenmalige burgemeester van Amsterdam, mij vroeg van, kijk of we dat rooster kunnen doorbreken. Want dit rooster, die 24 uur bij elkaar in een afgesloten omgeving, zonder haast, zonder werk, zorgt voor de giftige cultuur die wij binnen een integere overheid niet zouden mogen accepteren, niet tolereren. Ja, want even voor de goede orde, Van der Laan die wilde dat al in 2011. Het is hem niet gelukt met jouw voorganger. In 2016 kwam jij, dus na 5 jaar was het nog niet gelukt om die teneur en dat 24 uur rooster te doorbreken. En jij, nou ja, dat was wel jouw opdracht, denk ik dan. Nee, dat was absoluut mijn opdracht. En ook, is dat gelukt? Ja, deels wel. En het deel wat gelukt is, is dat we in 2019 erin zijn geslaagd om een kazerne te openen met een ander rooster. Met als doel dat dat de eerste kazerne zou zijn en dan langzaam maar zeker zouden er andere kazernes moeten geopend moeten worden. Steeds haastje over met dat andere rooster. Ja. En dat was een doorbraak. Voor het eerst in 140 jaar is dat gelukt. Maar dat ging allemaal niet vanzelf, want de tegenstand is enorm. Ja, en je zegt nu keurig tegenstand. Ik noem het even in mijn woorden intimidatie. Ja, het ging ver. En dan zie je wat er gebeurt als mensen te veel vrijheden naar zich toe hebben getrokken. Op het moment dat je een stapje terug wil doen, beschouwen ze dat als een aantasting van hun vrijheid. En je krijgt je term als, jij komt aan mijn geld, want ik kan nu niet meer mijn eigen bedrijfje runnen in werktijd. Nou, Die privileges komen in het gedrang. Die komen in het gedrang. En dan merk je, want dat is mijn punt eigenlijk, dat mensen enorm ver gaan om dat te verdedigen. Ja, oké. Okay. Wat was jouw strategie? Welke strategie heb je toegepast om toch, zeg maar, die vrijheidscultuur, ik zou bijna willen zeggen, die brotherhood, hè, die cowboycultuur te doorbreken? Ja. Kijk, allereerst heb ik natuurlijk goed gekeken wat hebben mijn voorgangers gedaan. En ik zag dat mijn voorgangers allemaal waren gestart met verbinding. De verbinding vonden zij belangrijk. Ja. En dat dacht ik ook vanuit de politie, van nou, verbinding is wel belangrijk, want je moet, met elkaar moet je een klus klaren. Ja. Maar ik dacht, als ik nu ook ga verbinden, dan ga ik het zelf doen als mijn voorgangers. En als je dan steeds doet wat je altijd al deed, dan krijg je wat je altijd al had. Dus ik heb het omgedraaid. Ik ben gaan begrenzen en daarnaast gaan verbinden. Maar in die volgorde. Dus ik ben eerst gaan begrenzen. Ik zeg, wij moeten normaal doen met z'n allen. Ja. Iedereen weer terug in positie en iedereen weer terug in functie. En we gaan normaal doen met z'n allen. En dat klinkt heel gek. Want als ik zeg, we gaan normaal doen met z'n allen, dan betekent het dat het niet normaal was. Nou, dat was het absoluut niet. Nee. Dus ik ben gaan begrenzen. Ik zeg, we gaan ons fatsoenlijk gedragen. Artikel 1 van de grondwet is leidend. Geen racisme, geen discriminatie, geen pesten. Maar we gaan ook productie leveren. Ja. Dus 1% brandblussen is prima. Maar daarnaast ga je ook iets doen aan preventie. Ga je iets doen voor de stad.
Ja. Nou, en die twee in gezamenlijkheid was fase 1. En het tweede, en dat heb ik heel bewust gedaan, dat is me enorm kwalijk genomen tot op de dag van vandaag door de brandweermannen en waarschijnlijk nu weer, is dat ik bewust heb gekozen om de heldenstatus, de mystieke heldenstatus van de brandweer te doorbreken. Hoe? Door naar buiten te treden en te vertellen, brandweerman is een heel nobel vak, maar het zijn geen helden. Want ik dacht als. En waarom was dat nodig dan? Nou, als je kijkt in elk lijstje van populaire beroepen, dan zie je brandweerman, leger, politie staat hoog in aanzien bij de bevolking. En ik dacht, du moment dat ik de brandweer aan ga vallen, want dat moest ik toch een beetje gaan doen. Als ik daar ga begrenzen, krijg ik natuurlijk tegenstand. Wat ik niet wilde, is dat de Amsterdammer zou zeggen, hey, blijf van onze helden af. Oh, ja. Dus ik dacht, ik ga die mensen niet zwart maken, maar ik ga de Amsterdammer, de belastingbetaler, hè, ten dienste van wie die brandweer eigenlijk is, wel even uitleggen wat er aan de hand is. Ja. Want dat is wel belangrijk, dat mensen de achtergrond snappen waarom ik dit doe. Ja. Dat ik dan niet de kritiek zou krijgen, blijf van onze helden af. Ja. Joost Kampen, auteur van de Verwaarloosde Organisaties. Als je Leen zo deze strategie hoort vertellen, klopt dat dan helemaal zeg maar, met een aanpak zoals jij die voorstaat? Nou, laat ik eerst even een herinnering in gedachten roepen. Toen ik kennis nam van wat er bij de brandweer Amsterdam speelde... deed mij dat denken aan het GVB, het Amsterdamse Openbaar Voerbedrijf, 20 jaar geleden. Ja. Ik raakte daar rond het jaar 2000 bij betrokken. Ja. En eigenlijk heel veel van het gedrag wat je zag, ziet bij de brandweer, was daarmee te vergelijken. En ja, ook de bevolking die dacht dat de trams en de bussen toch reden, weet je wel. Dus als daar aandacht voor was, dan was dat van, nou ja, de trams en de bussen die rijden nog. Maar die wilden niet weten hoe die reden. De burger krijgt, de klant krijgt gewoon wat hij wil. Ja, precies, precies. Nou, als je daar wat nauwkeuriger naar keek, dan was er toch aan de binnenkant van allerlei dingen aan de hand. Mm-hmm. Daar zitten die groepsprocessen zitten daar ook in. Het waren daar op de eindpunten eigenlijk heel vergelijkbaar met de kazernes. Redelijk gesloten cultuurtjes en leefomgevingjes, waarbij ook geruste partners op zaterdagavond een biertje kwamen drinken op het eindpunt van de tram. Er werd weinig leiding gegeven door de direct leidinggevende. Dat is ook een parallel met de brandweer. Mag ik vragen, Joost, sorry dat ik even onderbreek, maar wat is daar de reden van dat er zo weinig leiding wordt gegeven dan? Wat maakt dat dat gebeurt? Dat heeft deels te maken met de manier van selecteren, dat er niet echt geselecteerd is op leidinggevende kwaliteiten. Mm-hmm. Maar bijvoorbeeld dat er wordt gezegd van nou oké, nu ben ik aan de beurt om leidinggevende te worden. Ja. Dat is met bevelvoerders van de brandweer ook lange tijd zo geweest. Ja, ik ben er nu aan toe. Je bent zoveel jaar in dienst en dan ben je aan de beurt. Zoveel jaar in dienst en dan heb ik er wel recht op. Of andere leuke plekken binnen de organisatie. En dan zeggen je oud-collega's natuurlijk van nou collega, dat is leuk dat je mijn leidinggevende nu bent. Dan kun je mijn belangen tenminste verdedigen bij het hoofdkantoor. Ja. Nou, dat soort mensen. Een van ons die nu de leiding gaat nemen, ja. Ja, ja, ja. Dus het heeft, ik spreek dan van de verwaarlozende driehoek. Het heeft aan de ene kant elementen van ontbrekend leiderschap gehad. Ja. Ongewenst gedrag is lange tijd niet begrensd of aangesproken. Ja. Maar er zit ook dus iets in het systeem zelf. En dat is de manier waarop bijvoorbeeld leidinggevenden werden geselecteerd. Ja, dus we houden met elkaar iets in stand, zeg maar. Precies, precies. Ja, 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 ja. Oké, ik wil toch even naar die stellingen toe. En ik vind het wel leuk dat Joost al involved is. Dus ik stel voor dat ik jullie alle twee even die stellingen voorleg. En dat jullie alle twee even reageren met eens of oneens. Hier komen ze. Stelling 1. Begin ik even bij jou, Leen. Als de hoogste leiding, lees ook het bestuur, niet echt gecommitteerd is aan een noodzakelijke cultuurverandering, is het trekken aan een dood paard. Eens. Joost. Eens. Ja. Stelling 2, begin ik bij Joost. Eigen belang gaat bij medewerkers in een organisatie altijd boven het organisatiebelang. In een verwaarloosde organisatie wel. Ja, maar het maakt dan toch dat het een verwaarloosde organisatie is, of niet? Als je de ruimte krijgt om het eigen belang te laten prevaleren, ja. Oké.
Eens. Eens, zegt hij vol ornaat. En de derde stelling, begin ik weer bij jou, Leen. Het ontbreekt in dit land bij te veel organisaties aan leiderschap, waardoor er een verwaarlozing van de afsprakencultuur en dus discipline optreedt. Meer dan eens. Meer dan eens. Joost? Eens. Even bij die laatste stelling te beginnen. Hoe kan dat toch? Ik bedoel, bibliotheken staan vol met managementboeken over leiderschap. En we constateren hier met jullie met z'n tweeën, ik ook wel een klein beetje, dat er nog heel weinig leiderschap is. Ja, maar leiderschap is niet alleen weten en kennen, maar het is vooral willen en ook dingen kunnen doen. Hè. Ik zeg altijd, beleid moet je doen. En om dingen te doen, moet je ook wat moed hebben. Ja. En dat is denk ik wat ontbreekt, hè. Het moedig leiderschap. Ik zeg altijd, als het moeilijk wordt, doe je een stap naar voren. En als je een stap naar voren doet, dan krijg je ook tegenstand. Ja. En daar moet je wel tegen kunnen. En je ziet heel veel mensen in het leiderschap wel beheren. Maar zodra er een stap voorwaarts moet worden gedaan, denkt men, ja, weet je, het gaat ook wel goed als ik die stap niet naar voren doet. En ja, in het geval van de brand, ze blussen toch die branden. Dus ik mis het moedig leiderschap en de concreetheid daarin in iets daadwerkelijk doen. Beleid moet je doen. Dus eigenlijk overheerst dan toch de angst. De angst om door je omgeving misschien niet meer aardig gevonden te worden. Heel gechargeerd gezegd. Absoluut. En daarvoor zie je dat veel mensen dan terugdeinzen. En dat kan te maken hebben met selectie. Want vroeger was je één van hen. En nu moet je opeens leiding gaan geven. Nou, dat gaat al niet werken. Mm-hmm. Maar ik merk het ook bij mensen die van buiten komen. En die eigenlijk zouden moeten tonen wat moed is in het leiderschap. Die gaan niet die stap durven maken omdat ze bang zijn voor, nou zeg het maar, voor gedoe. Ik zeg altijd het geen gedoe management. Dan heb je het makkelijker. Want als je het aangaat, dan moet je ook kunnen incasseren. En dat is niet voor iedereen weggelegd. Dan kom je eigenlijk ook een beetje op je persoonlijkheid terecht. Hè? Als ik het even definieer, of zoals jij definieert, Leen, als moedig leiderschap. Waar ik ook zo nieuwsgierig naar ben is, wat maakt dat jij deze klus wilde klaren? Wat maakt dat jij je, ik zeg het wat gechargeerd, hier druk over maakt? Je zou ook kunnen zeggen, nou weet je, het is me te veel gedoe. Ik ga een stapje achteruit aan mijn lijf en mijn omgeving, een privéomgeving, geen polonaise. Nee, en dat zit zo niet in mijn aard. Wat zit er dan wel in je aard? Nou, wat er in mijn aard zit, is als ik iets zie waarvan ik denk, het deugt niet, dan kan ik daar niet aan voorbij lopen. Mm-hmm. Dus ik moet er iets aan doen. De consequentie daarvan is dat je tegenstand krijgt. En dan moet het ook in je karakter zitten om niet gelijk bij de eerste tegenwind om te vallen. Ik zeg altijd, je moet een hoge haattolerantie hebben. Mm-hmm. Mensen haten je soms echt als je de goede dingen doet, hoe is het mogelijk. En je moet een hoge eenzaamheidstolerantie hebben. Want het wordt wel eenzaam als je die strijd voert. En je moet ook vooral rekening houden met je omgeving. Dat je die wel meekrijgt in het gevecht dat jij aangaat. En je moet samen door dat moeras heen. Ja. En dat moet in je aard zitten. Ik zeg altijd bij twijfel inhalen. En als het moeilijk wordt, een stapje vooruit. En dat zit zo in mijn aard. Hmm. Wat niet deugt, daar ga je niet aan voorbij. Daar ga je iets aan doen. Ik zie het anders ben je zelf medeplichtig. Ik zeg zelfs medepleger. Ja, ja, ja. En als je dan kijkt naar dat moedige leiderschap en dat niet wegkijken. Toch even naar jou, Joost. Ook even als ik kijk naar de casus van de brandweer in Amsterdam. Missen we dan het commitment, het daadwerkelijke commitment en het leiderschap van het bestuur? Nou, eerst even toevoegend. Het gaat om je verantwoordelijkheid nemen als leider. En ik heb dus in mijn onderzoeken de parallel getrokken tussen ouderschap, opvoederschap en leiderschap. Mm-hmm. En als je ziet wanneer ouders hun verantwoordelijkheid niet nemen en hun kinderen in feite maar aan hun lot overlaten of ze alleen maar verwennen en alleen maar toegeeflijk zijn, dan worden het verrekt onzelfstandige kinderen. Ja. En die kinderen worden bovendien nog eens een keertje uitermate slim in het ontlopen van hun eigen verantwoordelijkheid. En zoeken steeds verder de grenzen. Ja. Nou, die parallel blijkt heel bruikbaar in organisaties. Ja. En als het eenmaal zover is, dan vechten die kinderen terug natuurlijk. Ja. Die laten zich niet zomaar weer even dat gezeggen. Nee.
En dat zie je in organisaties dus ook, dat wanneer er begrensd gaat worden, er dus een heftige weerstand achter vandaan komt. Ja. En allerlei ondermijningsacties gepland worden. Ja, en dan even naar het fenomeen verwaarloosde organisatie in relatie natuurlijk tot deze brandweercasus. Want dat was natuurlijk per definitie een verwaarloosde organisatie. Als dan het hoogste niveau, in dit geval de politiek, het bestuur, zich niet committeert, dan ben je weg, toch? Dan ben je een eenzame klokkenluider, volgens mij. Je hebt die steun heb je gewoon nodig. Mm-hmm. En dan was dat niet alleen in Amsterdam was dat zo. We zien het nu tegenwoordig met de Belastingdienst ook. Ja. Dat de huidige minister, demissionair minister van Financiën, het als oud-partner van McKinsey bestaat om voor te stellen die dienst weer op te splitsen in drie delen. Mm-hmm. Ja, dan hou je actief de verwaarlozing in stand natuurlijk. Ja. Ja. Dus je moet dus inderdaad ook als politiek, als bestuur, achter de leiding blijven staan om die organisatie weer op de rit te krijgen. Wat zou daar de reden van kunnen zijn dat als je zo hoog in de top zit en je zoveel invloed en misschien wel macht hebt, dat je er dan toch zo mee omgaat? Stoer gedrag. Kijk eens, ik heb durven ingrijpen. Hmm. Ja. Dat. Ja. Of te lief willen zijn, hè? We spreken in de veranderkunde inmiddels van het Halsema-effect. En dat wil zeggen, als het echt moeilijk wordt, dan ga je de verbinding zoeken met mensen die de verbinding helemaal niet aan willen gaan. Ja, Leen. Ja, en een derde wil ik eraan toevoegen. Ik heb het al eerder genoemd, geloof ik, geen gedoe-management. Want ook voor een bestuurder is zo'n dossier, bijvoorbeeld van die brandweer, is gedoe. Ja. En als ze in die end al die branden blussen, dan denkt zo'n bestuurder, oké, ze blussen die branden, geen gedoe. Dus ik zie dat veel mensen daar ook hun verantwoordelijkheid uit de weg gaan om het maar vooral smooth te houden. En dat is denk ik het grote verschil tussen een uitvoerder en een bestuurder. En als er iets gebeurt, dan denk ik als uitvoerder, oké, hands on, ik moet het aanpakken. En die bestuurder die staat achter mij en die denkt, ja, zit ik morgen nog op mijn stoel? Dat is verschil in positie en dat, aha, zie je terug in de aanpak van problemen. Dat is een ander belang dus. Die bestuurder heeft vooral een belang om nog op die stoel te zitten. Dat is wat als eerste opkomt bij een bestuurder. Ja. En de tweede is wel, hoe gaan we dat dan gezamenlijk doen? Maar wel in die volgorde. Ja. En dat maakt wel uit. Ja. Ik wil even naar dat begrenzen, maar voordat ik daarheen ga, wil ik eigenlijk even naar iets meer kader schetsen van een verwaarloosde organisatie. Wat kenmerkt nou, Joost, een verwaarloosde organisatie? Kun je daar iets over zeggen? Nou, het grenzeloze gedrag komt vaak het eerst naar buiten. Dus de incidenten die er dan zijn, dat is met de brandweer ook gebeurd. Dat komt dan in de media. Dat media die vinden dat natuurlijk prachtig. Dus die gaan daar ook verslag van doen en die vergroten dat ook uit. En als je dan voorbij dat gedrag gaat kijken, dan ontdek je dat het lange tijd heeft ontbroken aan leiderschap. Maar het heeft ook ontbroken aan aandacht voor die mensen. Om bijvoorbeeld ook functionerings- en beoordelingsgesprekken te voeren. Ja. Of om een goede selectieprocedure toe te passen. Ja. Dus het is zowel die structuur als de aandacht die dan lange tijd hebben ontbroken. Ja. Of afgekocht zijn. Hè? Met een hoge mate van informaliteit en weinig op papier, zeg maar. Dossiervorming is er ook niet. Nou ja, en ruimte kunnen geven. Je kunt veel vinden van de ondernemingsraad van de brandweer bijvoorbeeld. Ja. Die hebben jarenlang wel de ruimte gekregen om te doen wat ze deden. Ja. Heb jij meer voorbeelden? Je noemde natuurlijk al het GVB en de brandweer, ja. Belastingdienst wellicht ook. Heb je meer voorbeelden? Hogescholen. Mm-hmm. Ik ken diverse hogescholen waar het gedrag van de docenten nou echt precies hetzelfde is als het gedrag van de brandweermensen, hoor. Wat dan ongewenst gedrag is. Ja. Ook daar, op een hogeschool waar gewoon docenten bij elkaar wonen in een woongroep. Hmm. Ja, dat is een beetje vergelijkbaar als wat de brandwachten doen in de kazerne eigenlijk. En ook niet-overheidsorganisaties? Of is het typerend voor de overheid? Nee hoor, nee. De verwaarlozing zie je bijvoorbeeld ook in de financiële sector. Hmm. Waar de hoogste leiding eigenlijk één belang heeft. En dat is, lossen jullie nou die problemen op? Ja. Zodat wij er in de top geen last van hebben. Ja, nou kom ik even op dat begrenzen. Hè? Want volgens mij is dat een van de eerste stappen die je moet doen. Hè? Want laten we even kijken naar, je treft dit aan. Leen trof dit aan, heeft dit uitgebreid in zijn boek Brand in Amsterdam beschreven. En dan ga je, ik ga wat kort door de bocht nu, maar volgens mij hebben we dat net al even toegelicht. Dan ga je moedig leiderschap tonen en je gaat begrenzen. Dus je begint met de basis op orde. Eerst maar weer eens even kijken van waar staan wij voor aan de lat met elkaar? Wat mag wel, wat mag niet? En dan ga je dus begrenzen. Dan ga je toch ontzettend polariseren op dat moment. Dan krijg je denk ik nog meer weerstand. Dat moet je wel incalculeren, want je weet dat elke begrenzing, hoe normaal die ook kan zijn,
leidt tot het feit dat mensen zeggen, jij zit aan mijn vrijheid, jij zit aan mijn geld. Ja. Want heel normaal vind ik het dat je de kazerne niet gebruikt als huis, als opslagplaats. Ja. Mensen zeggen, het is ons huis, dus ik sla er mijn caravan op in de winterstalling. Ik parkeer mijn motor, ik sla er auto. Zo ver ging het allemaal. Autoband, ja, ja. En dus ik zei, laten we de werkplek laten zijn. Nou, dan kan je van zeggen van, maak je je daar druk om? Denk ik, ja, want het gaat niet of de werkplek is. Het gaat erover van, wat denk jij je te doen? Hè? Wat denk je wat je machtspositie is om zelf te bepalen hoe jij je werkplek inricht? Dus simpele dingen dat ik zei van, als ik op een parkeerterrein kwam en er stonden boten, caravans, campers, sloopauto's, dat ik zei van, jongens, dat hoort hier niet, weg. Ja. Gewoon heel simpel. En dan kan je zeggen van, ja, dan ga je weerstand oproepen. Ja, maar wat ik in het begin al zei, ik kan er niet aan voorbij lopen als het niet deugt. Want du moment dat ik zo'n kazerne binnenkom en ik kan niet eens mijn auto parkeren door de sloopauto's en de boten die er allemaal staan. En ik loop de kazerne in en ik zie wat een enorme opslagplaats dat is, privé. En ik loop daaraan voorbij, dan ben ik als leidinggever ook geen knip voor mijn uitwaard. Dan zit ik erin. Dus ik moest vanaf het begin begrenzen, wetende dat dat betekent dat ik enorm veel weerstand zou krijgen. Maar goed, wat me niet breekt, maakt me sterk. Daar ga je dus vol in. Ja. En niet beginnen met verbinden. Want dat is de cruciale vraag. En dat ook volhouden dus. Hè? Volhouden tot het bittere einde. En dan zie je ook de intimidatie toenemen. Ja. Maar dat is dan ook niet zo erg. Dat weet je, dat calculeer je in. Alleen heb je dan, en dan kom ik net terug op wat je aan Joost vroeg. Als je dan een bestuurder hebt die achter je staat. En die had ik. Dan ga je samen door. Gaat de bestuurder zeggen, ja, je moet toch meer verbinden. Hè? Want het zijn best lieve mannen, dat is wat ik te horen kreeg. Ja, dan ben je weg, want dan sta je echt helemaal alleen in de wind. En dan weet je dat het einde is. Mag ik daar nog even veranderkundig naar kijken, Joost? Die toenemende weerstand, die misschien nog meer leidt tot polarisatie, kampen, intimidatie, brotherhood, omdat je grenzen gaat begrenzen. Hoe kun je daar veranderkundig effectief mee omgaan als leiding? Nou, je doet niet alleen begrenzen. Je zorgt ook dat de basis weer op orde komt. Mm-hmm. En wat je ook weet, en dat was bij de groepen, de teams van de brandwachten, was dat ook zo. Dat 70% van de mensen die zegt tegen elkaar, eindelijk, er wordt eindelijk opgetreden tegen dat wangedrag van collega's. Dus dat is er ook. Die zwijgende meerderheid, die gaat eindelijk... Precies. Alleen in het begin durven die mensen zich nog niet uit te spreken. Want je wil toe naar een situatie dat ze elkaar ook collegiaal gaan aanspreken. Van, wat ik hier nu over die collega hoor zeggen, is niet oké. Dat willen we hier niet. En wat is daarvoor nodig om een cultuur te krijgen, een aanspreekcultuur te krijgen? Nou, een aanspreekcultuur wil ook zeggen dat je roosters op orde zijn, dat allerlei vrienden dienstjes niet meer kunnen. Mm-hmm. Leen was ook bezig met modernisering. Dus er is ook bij de brandweer echt veel meer te doen dan alleen de uitrukdiensten. En daar zit heel mooi werk zit daarin. Ja, ja. Als je nou even reflecteert op die periode en is er iets wat je zelf anders nog had kunnen doen of willen doen achteraf? Nou, die vraag wordt mij vaak gesteld. En ik zou het weer zo doen. En meestal denken mensen dat ik ga zeggen van, ik had er niet zo met gestrekt been in moeten gaan. Maar ik startte op het punt dat een burgemeester al 5 jaar bezig was. Ja. En hij zei letterlijk alleen, ik ben 5 jaar belazerd. We gaan nu iets doen. Dus als ik dan had gezegd, nou, we gaan het er nog eens even over hebben met de mannen en nog eens verbinden en rustig aan, was dat niet zo gegaan. Dus ik ben daar vol in gegaan. Ook, en dat is denk ik belangrijk, ik moest sloopwerk verrichten. Mm-hmm. Ik had echt wel in gedachten om dat nou een jaar of 6 te doen. En daarna zou ik ook weg zijn. Dan zou de oude ellende zou gesloopt zijn en van daaruit kan er gebouwd worden. En dan moet je ook een ander soort leider neerzetten in het bouwen. Dus dan had ik ook echt wel plaats gemaakt. Dus nee, ik zou niet zo goed weten wat ik anders zou hebben gedaan. Want ik moest het gevecht aangaan. En dat zou ik absoluut weer doen, omdat dat volgens mij de enige manier is om een begin te maken van het doorbreken van een zieke, zieke cultuur. Ja, klinkt wel behoorlijke oorlogstaal zit daar bijna in. Hè? Slopen en ja, dat, het gevecht aangaan. Ja, maar dat is ook daadwerkelijk zo. En waarbij ik ook wil zeggen, kijk, oorlog
is niet altijd slecht. Nee. Oorlog kan ook aan het eind tot een goede vrede leiden. Maar ik wil even naar een andere kant, hè, toch. Dat snap ik. Maar ik wil even naar die meerderheid, die 70% meerderheid die dan uiteindelijk wakker wordt. Hele suggestieve vraag dit, hoor. Maar is het ook niet zinvol om in zo'n situatie, het woord verbinden gaan we hem dan maar niet noemen, maar toch ook nieuwsgierig te zijn naar waarom doen mensen dit? In gesprek te gaan met mensen, spiegels voor te houden. Niet vanuit oordeel, maar vanuit nieuwsgierigheid. Je zit te lachen, hè? Ja. Dit is nou echt een externe adviseur die een mooi praatje verkoopt. Ja, of niet? Nou ja, kijk, ik ben natuurlijk niet gelijk in het begin gewoon vechtend naar binnen gegaan. Vraag je ook de direct leidinggevende zelf om alert te zijn op wat gebeurt er in jouw ploeg? Wat gebeurt er in jouw team? En daar het gesprek over aan te gaan. Ja, jawel. Maar die direct leidinggevende die ik moest aanspreken waren afkomstig uit die ploeg. Dus die waren één met die ploeg. Dus het was heel moeilijk. Kijk, ik ben natuurlijk niet naar binnen gegaan alleen maar oorlog maken. Ik heb honderden gesprekken gevoerd. Van jongens, kijk, dit is er aan de hand. En hoe gaan we om met diversiteit? Maar het is ook een organisatie waarin ik terechtkwam die absoluut niet de wil had om ook maar één centimeter toe te geven in geen enkel gesprek. Het voorbeeld dat me nog altijd te binnen schiet is dat ik uitputtend met mensen heb gesproken over toename van diversiteit. Want ik heb echt de overtuiging dat een organisatie beter maakt. En er was één ploeg, daar was ik mee in gesprek wel 2 uur lang. En ik dacht, nou, jemig, het leek, en we werden het niet helemaal eens. Maar ik dacht, nou ja, er is in ieder geval begrip. En ik ging weg en toen zei er eentje, ja, volgens mij, als ik het samenvat, jij wil gewoon even 100 wijven naar binnen trappen. Hè? Ja, en dat zijn dan de samenvattingen die je terugkrijgt. Dus heel veel gepraat, heel veel die zwijgende meerderheid proberen mee te krijgen. Maar het was zinloos, omdat met name bij die brandweer men alles relateert aan arbeidsvoorwaarden en geld. Ja. Dus je zit aan hun. De meeste mensen zeiden van natuurlijk discrimineren en zo, dat mag allemaal niet. Maar op het moment dat je begint aan roosters, kom je aan mijn geld, kom je aan mijn tweede baan. En dan was 100% tegen. Ja. En dat maakt het wel heel anders. Ja. Stel nou, Joost, dat jij morgen als veranderkundige, als externe, het stokje over zou nemen van Leen in deze brandweerorganisatie. Zijn er zaken waar je zegt, ook vanuit de wetenschappelijk onderbouwde theorie van verwaarloosde organisaties, dit zou ik nu gaan doen, deze interventies? Nou, je moet aan de voorkant een van de dingen die dan nu gecontracteerd zou moeten worden, is dat het bestuur achter de opdracht staat van de gezondmaking. Ja. Dat moet je echt contracteren. Ja, dus Halsema, daar zou je wel echt een contractering mee moeten hebben. Ja. Of welke commandant daar dan ook als opvolger mee aan de gang zou gaan. Ja. Die contractering heb je nodig. Dat is niet het enige. Mm-hmm. Je hebt ook nodig dat er voldoende financiën zijn om weer te investeren in die organisatie. En het geld niet weg te geven in heel onvoordelige roosters bijvoorbeeld. Ja. En een van de andere eisen die je ook kunt stellen is van de OR en de vakbonden hebben hier niets mee te maken. Die gaan terug in hun eigen rol. Die mogen medezeggenschap hebben, zoals de wet op de ondernemingsraden ook luidt. Ja. Maar bij de brandweer, en dat komt in meer organisaties voor, daar is de OR in feite de baas. Ja. Dat kun je natuurlijk niet niet tolereren, want dan ben je ook weg inderdaad. Ja. Mag ik toch even reageren op de contractering? Ja. Ik snap het, hè? Ik snap het ook, maar dat vind ik toch wel iets van wetenschappers en organisatieadviseurs. Want natuurlijk zet Halsema haar handtekening onder contractering van het moet beter en het moet moderner en het moet mooier. Prima. Ja. Ja. Alleen Dumermans en zegt, ja, maar niet op deze manier, ben je toch weg. Dus want natuurlijk wil iedere bestuurder wil een goede, gezonde brandweer. Dus volgens mij bedoelt Joost met contractering niet alleen maar een handtekening. Volgens mij bedoel je ook, als ik even voor jou mag denken, dat iemand daadwerkelijk zijn verantwoordelijkheid gaat pakken. Ja, maar dat iedere bestuurder vindt dat hij dat ook doet. Ja. Maar ieder op zijn eigen manier. Ja. Je moet iemand hebben die intrinsiek betrokken is. En eigenlijk zou je moeten afspreken. En dat vind ik wel heel moeilijk voor bestuurders. Wij maken samen dit traject af. Want een bestuurder kan morgen in de Tweede Kamer zitten. Of overmorgen een andere functie aanvaarden. Dus je moet eigenlijk in die contractering zeggen. Met z'n tweeën maken wij de komende 5 jaar deze klus af. Ja. Geen van beiden gaat weg. Dan zou het helpen. Ja. Je zit nu weer bij de politie. Je had ook volgens mij de afspraak gemaakt dat je terug kon komen bij de politie. Ja.
Ja, nee, want ik ben en blijf een politieman. En ik wilde ook maar tijdelijk, want het was echt de bedoeling tijdelijk, even het puin ruimen bij de brandweer. En dan weer gewoon terug naar de politie. Want ik ben geen brandweerman. Nee. Gelukkig niet, anders had ik deze klus ook niet. Maar bij de politie is ook best het een en ander aan de hand, volg ik zo via de media. Absoluut. Een organisatie met 65.000 mensen, 24 uur per dag, 7 dagen per week, midden in die maatschappij staat. Ja, er is inderdaad wat aan de hand, maar het is niet vergelijkbaar met wat er bij die brandweer aan de hand is. Maar hanteer jij nu een andere stijl? Of kan ik daar iets over zeggen? Merk je nu dat je daar anders mee omgaat? Of? Nou, kijk, ik werk bijna, durf het haast niet te zeggen, bijna 40 jaar inmiddels bij die politie. En niemand overleeft het door 40 jaar oorlog te maken, de beuk erin te gooien, gestrekt been. En bij de politie is dat ook niet nodig. Dus daar zit, en dan komt toch weer het woord, wel de verbinding. Hè? Je gunt elkaar wat, hiërarchie is er als het nodig is. Politie is een veel gezondere organisatie waar mijn stijl, die ik hanteerde bij de brandweer, absoluut niet van toepassing zou zijn. Dus je kan flexibel zijn in je stijl. Dit is één stijl die ik hanteer. Ik kan er nog wel 6 hanteren. Is er voldoende moedig leiderschap bij de politie? We zijn er naar op weg. Zei die heel voorzichtig. Ik wil wel even mijn waardering voor je uitspreken, Leen. Want ik vind wel, behalve dat het gewoon een ontzettend goed boek is waar we echt een inkijkje krijgen, en je hebt het gewoon wel even gewoon het venster opengezet, vind ik de manier waarop jij hier gewoon in bent gegaan en die verantwoordelijkheid hebt genomen, dat vind ik getuige van leiderschap zoals het zou moeten. Dus daar wil ik even compliment gewoon toch voor geven. Dankjewel. We gaan even naar de laatste vraag. Voor mensen die nu luisteren en wellicht werken of leiding geven in zo'n verwaarloosde organisatie, de zorg, het onderwijs, hogeschool is genoemd. Wat is nu de eerste betekenisvolle stap die genomen moet worden om zo'n organisatie structureel te verbeteren, Joost? Nou, dat je de leiding zelf vraagt om een werkelijkheidsanalyse te maken. Van, wat is dat precies? Een werkelijkheidsanalyse is dat je verwondert over hoe de dingen gaan in het dagelijks werk, in het dagelijks leven. Mm-hmm. En dat je van leidinggevende vraagt, wil je daar zelf je over verwonderen? Wil je daar zelf normen bijstellen. Ja. Hoe wil je dat? Hoe wil je dat wel? Hoe wil je dat niet? En zelf een veranderopgave formuleert. En die veranderopgave die deel je met collega's. Daar organiseer je dus ook een inhoudsloos managementteam omheen. Mm-hmm. Waarin je dat bespreekt. En zo ga je als leiding aan de gang met je eigen veranderopgave. Ja, ja. Oké, dus daar ga je echt beleid opzetten op die veranderopgave. Nou, dat beleid, dat formuleren de leidinggevende zelf onder leiding van, hè? Ja. Van de kazernecommandant of de commandant. Ja. Maar laten we eerst kijken, wat is nou normaal? Want ik ben begonnen met laten we normaal doen. En dat vind ik echt belangrijk, omdat mensen zo verwaarloosd zijn dat ze niet meer weten wat normaal is. Ja. Je moet ze soms als kleine kinderen uitleggen wat normaal is. Ja. En dat is wel de basis. En vanuit die normaliteit, als het allemaal weer een beetje iedereen in positie en in functie zit en een normale ding doet, kan je gaan bouwen met z'n allen. Hmm. Maar eerst die basis op orde. En dat is nog ver weg bij sommige organisaties. De basis op orde. Als er morgen een burgemeester of Joost Kampen jou belt met de vraag om leiding te gaan geven aan een verwaarloosde organisatie, doe je het dan weer alleen? Zonder meer. Oké. Ik wil jullie bedanken, Joost Kampen en Leen Schaap. Enorm bedanken voor jullie inspirerende deelname en inbreng aan onze podcast. Want we hebben weer meer geleerd over het fenomeen verwaarloosde organisatie, de praktijk daarin van alle dag. En ook hoe je daar toch succesvol in kunt interveniëren. Ik verwijs jou als luisteraar van deze podcast heel graag naar de volgende aflevering, die over 2 weken weer op alle grote podcastkanalen te vinden zal zijn. Ook daarin spreken we weer met een auteur over zijn of haar opmerkelijk recent verschenen managementboek. En plotten we de strekking van dit boek op een actuele casus uit de praktijk. Rest mij je hartelijk te danken voor het beluisteren van deze podcast. Feedback, vragen, opmerkingen, suggesties, ze zijn van harte welkom. Doe het even via de mail. Mail het ons via info@managementboek.nl. Tot zover de praktijk van boeken. Kijk voor meer afleveringen of een abonnement op de boekenpraktijk op managementboek.nl/podcast. Je vindt ons ook op Spotify, Apple Podcast, Google Podcast en SoundCloud. Hartelijk dank voor het luisteren en graag tot de volgende podcast.